Het podium is nu voor de mooie 20-jarige Valentina. Is zij voor een van onze juryteams de Nederlandstalige stem van de toekomst? Valentina! Welk liedje ga jij vanavond zingen? De speeltuin van Marco Bassato. Gewaagd? Mm-hmm. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ben er klaar voor. Dank je wel. Sander gaat voor de drukken. Wedden? En dat is goed, is gunstig voor mij. Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land, loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming onbekend. Niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Gaat de Polonaise. Zal de wereld weer een speeltuin zijn? En kun je rustig spelen? Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, is de oorlog ooit uit jou? Mooi. Je ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. Niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Wauw! Dit is toch wat je wil? Ik vind het uitstekend, hoor. Heel gezellig. Nou, dat ging in het begin zat je in de verkeerde toonhoogte, of niet? Ja. Maar je herstelde je heel goed, want ik weet hoe moeilijk het is als je te laag inzet. Mm-hmm. Je hebt me echt geraakt. Voor mij is de graadmeter kippenvel. En ik had kippenvel. Echt all over the place. Dankjewel. Ja. Ik sta op rood. Niet omdat ik niet wilde drukken, maar ik was gewoon weer te laat. Gelukkig maar. Ja, heel goed gedaan, doe even lekker een tukkie. Ja. En ik heb denk ik gisteren slakken gegeten of zo. Want het wordt nou wel heel irritant. Maar je was echt heel goed. Het was echt heel mooi. Dank je wel. Mooi benen zou ik zien, hoor. Mooi. Van de moeder, ja. Ja, dat is goed te zien, hè. Dus ja, het is heel erg lullig voor Driekes. Ja, ik wou net zeggen. Maar die kan er vanaf, want jij komt lekker bij ons op de hot seat zitten. Dank je wel. Jongen. Ik vind het wel echt jammer. Ik had me eigenlijk wel anders voorgesteld. Maar ja, het is niet anders, toch? Ja, is gebeurd. Ja? Ja, dan gaan we weer. Oh, was je goed! Wat voor dingie! Gedaan, hoor. Waar is die kleine nou? Oh, die zat in het midden. Ik denk, die zijn één keer weg. Oh, wat heb je prachtig gezongen. Dankjewel. Oh, dat... oh, kijk eens wat je hebt hier. Dat wil ik ook. Kijk eens wat ik heb. Mooi is die, hè? Ja. Xander en Roxanne kiezen Valentina als het beste talent tot nu toe.